Ik hoop dat we mogen rijden, maar het is nog even spannend. Ik had volgens mij nog niet gezegd waarom we met Bunny naar de dierenarts gingen. 2.7. Uraya is helaas nog niet helemaal hersteld. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Nou, dit wordt wel een spannende vlog, want we hebben namelijk twee dierenartsbezoekjes. De dierenarts komt voor de tweede keer voor Uraya en ook Bunny moet naar de dierenarts toe. Nou, ik kan dan vertellen dat het dierenartsbezoekje van Bunny gelukkig niet zo heel erg spannend is. Maar het dierenartsbezoekje voor Uraya, dat kan wel een beetje spannend worden. Want zoals jullie misschien wel weten is Uraya helaas kreupel. Dat heeft de dierenarts de vorige keer gezegd. En dat betekende dus ook dat Uraya op rust moest. En ja, dat was niet leuk hè. En dat we niet mochten rijden. En Uraya moest ook medicijnen krijgen. En het is dus nu inmiddels tijd voor de tweede keer voor de dierenarts om langs te komen. En hopelijk kan hij ons groen licht geven dat we eindelijk weer mogen rijden. In de comments kon ik ook lezen dat jullie het ook heel erg voor ons hopen. Dus echt super lief allemaal. Ja, de dierenarts gaat het beslissen. Jullie gaan het zien in deze vlog. Heb je er zin in? Doe dan een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen. Ik wou het hek dicht doen en er zit hier een span. Kiele. Laat eens zien hoe mooi je bent. Met je oornetje. Kijk nou, wat zie je er leuk uit. En Uraya is nu opgezadeld. Dat is eigenlijk wel heel gek, want we mogen juist niet rijden. Maar we gaan even wat foto's maken. Het maken van de foto's doe ik eigenlijk altijd samen met mijn moeder. Dus dat is echt wel heel leuk. Want we hebben namelijk een heel erg leuk setje met een oornetje. En Uraya heeft nog nooit een oornetje gehad. Maar kijk nou, het staat hem wel zo stoer. Ja, nu maar hopen dat we natuurlijk echt snel mogen rijden. Want dat zou wel het allerleukste zijn. Zo, wij zijn onderweg naar de locatie van de foto's. En ik was nog wel even benieuwd, mam. Wat denk jij van dierenartsbezoek van Uraya? Zal het positief of negatief zijn? Mogen we weer rijden? Dat is eigenlijk de vraag. Positief. Ja, denk jij dat we mogen rijden? Ja, we hebben zo ons best gedaan. Elke dag gespoeld. Elke dag de medicijnen. Ja, spoelen hebben we twee keer per dag gedaan. Dat was echt wel een enorme klus. Twee keer per dag naar Uraya. Maar ja, ik ben ietsjes minder. Ik twijfel of we mogen rijden. Want van de week zag ik Uraya door het weiland rennen. En toen dacht ik, hij liep niet helemaal, nog niet helemaal oké. Dus misschien loopt hij wel gewoon zo altijd. Ja, en ik weet niet, ik vond het toch anders. Dus ik twijfel nog een beetje, maar het is nog even spannend. Ik heb in ieder geval een mooie zadel en een setje. Ja, dit is wel een beetje gek eigenlijk. Hij heeft een zadel op en een hoofdstel, maar we gaan helemaal niet rijden. Maken. Alleen mijn haar die heeft denk ik wel heel veel foto's verpest, want het waaide echt vol in mijn gezicht. Maar daar loopt mijn moeder met Uraya en we gaan weer lekker terug. Weten jullie nog ongeveer de vlog van een jaar geleden dat we een muisje vlak bij ons huis hadden? Nou, die muis hebben we gek genoeg nooit meer gezien, maar hij heeft denk ik een vriendje meegebracht. Want er zit al een tijdje naast de containers een muisje. Dat is natuurlijk niet zo fijn, want we hebben daar ook een deur die regelmatig open gaat. En straks vliegt hij net naar binnen. Dus we hebben daar dat valletje nu neergezet. En nee, het is dus geen echte val. En ja, we komen zo'n beetje net terug van Uraya en het is raak. Er zit een muisje in. Dus we gaan het muisje weer terugbrengen in de natuur. Ja, we hadden niet verwacht dat er nou al wat in zou zitten, maar ik neem jullie mee. Ja, zit hij daar? Oh, ik zie hem. Oh. Heb jij de muis? Ik heb hem. 3, 2, 1. Oh, ik zie hem niet. Hij zat daar in het hoekje net. Oh. Komt hij al. Oh, wat een klein. Neem je hem lekker mee? Ja. Ik kan eruit. Oh, hij heeft die kleine ogen. Ik kan eruit zien. Ja. Misschien weer even kantelen. Ik denk het wel. Ja, het is een beetje lang. Kom maar. Oh, ja. Oh, dat is heel fijn baby hoor. Woe, we did it! De muis is bevrijd. Nou, ik hoop dat de muis veel nieuwe vrienden maakt op zijn nieuwe plek. De tweede afspraak met de dierenarts voor Uraya staat inmiddels ook gepland. En die is wel direct naar mijn werk. Dus ik moet echt van mijn werk gelijk door naar de dierenarts. Dus ik weet niet in hoeverre ik alles kan vloggen. Maar ik ga natuurlijk voor jullie proberen. En ja, we gaan het horen, we gaan het zien. Ik vind het heel erg spannend. Hi! We zijn er klaar voor! En Uraya heeft beloofd zijn beste beentje voor te zetten. Ja! Ja! Ja,
Ja. Ja, zo. Beter dan de vorige keer, hoor. Gelukkig. We hebben ook wel echt prachtig gevoeld. Ja, we hebben heel veel gevoeld. Ja, gestapt. Elke dag twee keer. De laatste paar dagen één keer per dag. Dat kan je allemaal goed hebben. Gelukkig. Fijn dat de feest wel even mee zijn. Ja, dat is ook gelukkig. Oké. Nou, even wel een tekst. Ja, dat hebben we niet gedaan. Nee. We zijn een tijdje verder sinds het dierenartsbezoek. Ik heb daarna niet meer gevlogd, want ja, jullie hebben het misschien al een beetje gehoord. Uraya is helaas nog niet helemaal hersteld. Het was wel echt heel erg verbeterd. De dierenarts zei echt wel een paar keer van het is echt goed verbeterd en de pees is wel tot rust gekomen, maar hij loopt gewoon nog niet goed. En inderdaad, toen Uraya moest testlopen, ja, ik liep met hem en ik dacht nee, het is gewoon nog niet goed. En ja, de dierenarts zei gelukkig van ja, jullie zijn goed op weg, het is heel erg verbeterd. Dus we hebben gelukkig, ja, we hebben heel ons best gedaan met het koelen en medicijnen gegeven. Dus dat heeft gelukkig heel erg geholpen. Alleen Uraya is er gewoon nog niet. Het is zeker niet verslechterd. Dus eigenlijk gaat het alleen maar de goede kant op. Alleen wij hadden heel erg verwacht en gehoopt natuurlijk dat we ja weer konden rijden. Maar ik had natuurlijk al een beetje zo'n voorgevoel. Het is alleen heel erg jammer, want Uraya die wil gewoon zo graag weer rijden. En ik ook. Hij heeft zoveel energie. Maar goed, dat betekent dus ook dat Uraya nog langer op rust moet. Hij moet in ieder geval nog een maand rust. Dus heel de maand augustus op rust. Maar het is gelukkig heel erg aan het verbeteren. Alleen het gaat gewoon iets minder snel dan we hadden gehoopt. Maar er zit gelukkig echt verbetering in. Ik had natuurlijk wel even aan de dierenarts gevraagd van ja, we gaan natuurlijk 9 september naar Horse Event toe. Kunnen we dat dan wel? Want misschien is dat wel niet goed voor zijn pees. Maar de dierenarts die zei nee, dat kun je gewoon doen als je gewoon geen gekke dingen doet. Dus Uraya moet niet springen of galopperen. Nou, dat waren we sowieso niet van plan op Horse Event. Dus Uraya die mag gelukkig gewoon mee. En als het goed is, is hij dan ook gewoon helemaal hersteld en mogen we weer voorzichtig beginnen met draven. Maar we vervelen ons gelukkig zeker niet. We hebben heel veel vrijheidsdressuur, horse agility en nog iets heel erg anders leuks gedaan. Dat ga ik zo doen. Maar ik ga zo even eten maken voor Uraya en dan gaan we nog wat leuks laten zien aan de kijkers. Ja! Nou, Uraya die ziet er gelukkig wel heel erg mooi uit en het gaat dus uiteindelijk om dat been. En je ziet er gewoon helemaal niks van. Het is niet dik, het is ook niet heel warm en in stap zie je er niks van. Het is alleen in de draf. Maar kom maar Ur, maak even lekker eten voor je klaar. Oké, de plannen zijn alweer veranderd. Ik ga Uraya eerst eventjes lekker poetsen. Ik heb namelijk nog een leuke tip voor jullie, want jullie kennen misschien wel de Magic Brush. Nou, en bij de Zeeman verkopen ze dus ook zo'n Magic Brush en die is gewoon 80 cent. Ik heb hem al even getest en hij werkt bijna net zo goed als de echte. Dus voor 80 cent heb je gewoon een paardenborstel. Hij lag volgens mij bij de schoonmaakafdeling, maar kijk, je haalt gewoon best wel goed. Zo, het vel weg. Hier nog een keer testen. Het is echt aan het stormen buiten. En terwijl wij bijna wegwaaien in de stal, was er tussen het ja, teleurstellende nieuws ook gelukkig nog tof nieuws. Want op het moment dat... Want op het moment dat Uraya namelijk kreupel werd, was ik in contact met Horseflex. En Horseflex die maakt supplementen voor paarden. En supplementen voor paarden, ja, daar wist ik eigenlijk niet zoveel vanaf en wat het nou allemaal doet. Maar ik was er wel heel erg benieuwd naar en wat het allemaal zou doen. Dus ik kan jullie uiteindelijk vertellen dat wij dus een samenwerking aangaan met Horseflex. En de producten van Horseflex mogen gaan testen. Ja, heel erg tof, want je zag net al dat ik voer maakte voor Uraya. Maar...
waar producten van Horsflex in zaten. En dit is dus wat Uraya ervan vindt. Ik denk dat ik ook al weet wat Uraya gek vindt smaken. Want ik had hem deze brokjes gegeven. Dit zijn multivitamine brokjes. En gisteren heb ik deze voor het eerst aan Uraya gegeven. En toen ging die ook flamen. Het zijn namelijk echt van die vitamine brokjes voor je paard. En vooral nu het weer zo raar is, dacht ik van nou eventjes wat vitamintjes erbij. Maar Uraya vindt ze nog gek smaken. Maar omdat Uraya dus ook kreupel is, adviseerde ze mij ook Joint Power Plus Hyaluronzuur. Vind je het dan wel een beetje raar, paard? Ja, dit zijn lekkere brokjes. Maar dit spul, dat ondersteunt dus een paard bij zijn gewrichten en bij zijn pezen. En is heel goed om te geven bij een paard wat wat ouder is of last heeft van de kreupelheid. En ik las hier ook echt zulke goede verhalen over. En dit geef ik al een langere tijd aan Uraya. Hij krijgt het nu denk ik een week. Dus ik hoop ook echt heel erg dat dit voor ons gaat werken. Nee, niet de wortels opvreten. Kom. Kom maar. Ja, goed zo. Maar ik had nog meer en we hadden eigenlijk gehoopt dat het iets mooier weer zou zijn. Want als het namelijk zomer is en het is heel warm en een paard gaat zweten en moet werken, dan verliest hij heel veel zweet. En dan verliest een paard dus ook een bepaald stofje. En om dat belangrijke stofje bij een paard dus weer aan te vullen, heeft Horsflex ook wat gemaakt. En dat heet elektrolyten. Kijk, het lijkt echt net een beetje een soort zand of zo, of zout. Maar ja, ik zei het al, dit gebruik je dus als het heel warm is. En ja, het is nog steeds aan het regenen. Dus ik heb dit eigenlijk nog niet gebruikt en ik weet ook niet hoe deze werkt dan. Maar dan is er nog een dingetje. Want ik denk al een tijdje dat Uraya een bollenallergie heeft. En het blijkt dus dat ik niet de enige ben. Want ik heb dus sinds een week ook hooikoorts. Dus ik had het ook tegen de dierenarts gezegd. Dat ik dacht dat Uraya het heeft. En die adviseerde al een neusnetje. En nou, die heb ik al een tijdje voor Uraya. En dit werkt eigenlijk heel goed. Nu heeft Uraya er geen last van. Want we zijn en niet aan het rijden in het bos. En het is geen zonnig weer. Maar als Uraya er dus weer last van krijgt. Dan heeft Horsflex daar ook een product voor gemaakt. Dat heet Luchtwegenmix. Dat zit in deze emmer. Maar ook Allerrelief. Ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Kijk, dat ziet er zo uit en het ruikt echt heel lekker. En die grote emmer, die is ook heel cool. Kijk, er zitten namelijk echt kruiden in. En ik ben natuurlijk echt dol op dit soort kruiden. Echt heel leuk, dus dat moet Uraya helpen als hij last heeft van pollenallergie. Zoals ik net al zei, heeft hij er nu gewoon geen last van. Dus heb ik deze ook nog niet gegeven. Maar we kregen ook nog twee kleine cadeautjes om te proberen. Namelijk rozenbottel en hier Veggie Treat Mix. Maar ja, ik vind het echt heel tof als ik deze producten van Horsflex nu mag testen. En aan jullie mag laten zien. Ik ben ook heel erg benieuwd wat deze doet voor Uraya en pezen. En al deze producten heb ik even in de beschrijving gezet, zodat je verder kan kijken. Oh. Poging 2. Hoppakee, kijk. En dan is dit hoe ik het voor Uraya heb staan. Dit is een schoenenrekje die ik bij de Kruidvat heb gekocht. En daar heb ik de supplementen netjes opgezet. Nou, daar gaan we weer door. Weer wandelen voor de 100.000ste keer. Ja, het is wel de manier dat Uraya even wat energie kwijt kan. En hij vindt het ook leuk. Hij loopt heel snel. Goed zo, jongen. Ja. Ja, het is ook vooral weer die wind hoor, waardoor Uraya wat drukker is dan normaal. Ja. Goed zo. Nou, ik denk dat jullie inmiddels allemaal wel Uraya's voetbal kennen, maar ik heb Uraya weer wat aangeleerd. Nou ja, eigenlijk hoeft hij niks te doen. Het is namelijk dit. Hop. Hop, goed zo. Ja. Is het leuk? Hop, 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 ja. Hop. Sylvia ook. Hop. Ah. Chillen, hop. Aan je blinde kant. Goed zo. Goed zo. Ja. En hop. Ja, als je niet meer mag rijden, dan ga je op een gegeven moment de meest rare dingen doen. Ja, eigenlijk een soort van schriktraining voor grote voorwerpen, onverwachte bewegingen. En ik doe het eigenlijk super goed. Nou, op deze winterige dag is het ook gelijk tijd voor Bunny's dierenartsafspraak. Die hebben we vanavond. Dus ik ga weer op mijn fietsje richting huis en dan zie ik jullie straks weer. Hey Bunny, heb je er zin in? Ja. Middeltje. Oh. Zo, gaan we op schoolreisje. Ja. Kiekjes, liefie. Je emotional support animal. Heb je er zin in? Volgens mij niet echt. Oh. We zitten in de auto. Ja, ja, want ik had volgens mij nog niet gezegd waarom we met Bunny naar de dierenarts gingen. Want Bunny, wel tegen mij. Ja, maar Bunny zijn... Nou, al moet ik het vertellen bedoel je? Ja. We gaan ze kontje laten scheren. Ja! Dat wil je horen toch? Ja. En hij krijgt ook een... Vaccinatie. Ook een vaccinatie. Wat dan?
gezondheidschecken. Ja, volgens mij kijken ze ook nog even naar zijn gezondheid. Maar vooral om Bunny zijn achterwerkje te scheren. Want Bunny heeft nogal lange haren bij zijn billetjes. En er komt soms poep en dat blijft dan plakken. En dat is niet goed, want ja, dat gaat stinken. Het is niet fijn voor Bunny, er komen vliegen op af. Dus daarom laten we eens in de zoveel tijd Bunny zijn billetjes scheren. En dan gelijk de vaccinatie, want er moet één keer per jaar. Doei! We gaan. Oh, wobbeltje Bunny, al je deed. Je wel met je beet. Spannend. Ja? Ja, ik zie het aan. Oh ja, ik vind het spannend. Ja. Oh, het is goed hoor. Je bent een beetje aan het plozen. Ja. Bij al die konijnen laten daar nu heel erg los. Oh, door het gekke weer zeker. Ja, het is echt dramatisch. Ja. Ik had volgens mij de vorige keer ook gezegd, hè, wat vetbult heeft hier ook zitten, die voelen wat grilliger aan. Dat moet je in de gaten blijven houden. Ja. Ik heb niet het indruk dat het erger is als vorig jaar. Maar het is natuurlijk wel echt een hele kwetsbare plek bij hem. Hè, want eigenlijk die grilligheid duidt gewoon op aan dat het zeg maar geen goed weefsel is. Ja. Zolang hij groeit vind ik dat prima. Ja. Dus het voelt allemaal nog los. Ja, ongelukkig. Okay. Ja, blijf aanvoelen. Je voelt eigenlijk een grote bult aan de onderkant. Ja, oh, dit hier. Dit is nou zo'n strengetje. En deze moet je nou in de gaten gaan houden. Want dit is eigenlijk, zeg maar, noem het een uitzaaiing, durf ik niet te zeggen. Maar het is wel gewoon een teken natuurlijk dat het zich gaat verplaatsen. Hij hoeft daar geen last van te hebben. Want soms zijn konijnen hebben gewoon inderdaad van die vettumoren. Ja. Daar gebeurt voor de rest niks. Maar het kan natuurlijk wel op een gegeven moment hinderlijk worden. Want hij heeft ook aan de voorkant inderdaad. Ja, maar met een wam, dit is echt zeg maar gewoon een normale vetzak. Ja. Hierbovenin voel ik ook wat grillen. Ik heb wel het idee dat het minder erg is gegroeid vergeleken vorig jaar. Ja, het is niet gegroeid, maar gewoon houd voor jezelf gewoon echt in de gaten. Dat het niet anders heel hard gaat groeien. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zo, dan gaan we eerst even aan de onderkant beginnen, schat. Oh, hij heeft het redelijk schoon gehouden. Een pootje. Dat wist je niet, hè, dat we dat ermee doen hebben. Een uur geleden lag je nog te slapen. Ja, dus wij weten niet wat wij gaan doen met hem. Nee. Surprise! We hebben gewoon ook een extra staartje aan te maken weer. Ja, precies, nou, die haken nu af. Ja. Hij zit dan waarschijnlijk echt aan te kijken van help. Ja, zo van, wat doen jullie? En we jullie mij we kijken nog blij, dus dan denkt hij misschien van, oké. Okay. En we praten nog vrolijk. Ja. Super fijn, want Bunny's en nagels werden gelijk ook eventjes geknipt. En ook aan de achterkant werden Bunny's haartjes geschoren. Bunny heeft eigenlijk een kort broekje aan voor de zomer. En toen Bunny helemaal was geknipt, mocht hij door naar de volgende kamer. Want daar was namelijk de dierenarts voor het vaccineren. Het gaat allemaal goed. Gelukkig wel. 8,5 jaar. Dat is wel een behoorlijke leeftijd. Ja. Maar hij houdt het nog goed vol. Ja. Hij heeft 2,87. Ja, zo deed hij wel, ja. Oh, goed gedaan. Hey, heb jij je goed gedaan? Ja. We gaan weer hoor. Oh, nou, is hij boos? Hij schijt aan ons kijken. Ja, ik denk dat hij een beetje boos is. Zo, kom. Kijk, die gaat ook vast. Oh. We gaan niet meer naar die dierenarts hoor. Nee hoor, het is klaar. Ja, ga maar. Ga je lekker naar je glazen toilet. Ja. Hoor je nou voel je pootjes ook anders? Hij heeft gewoon een hele complete pedicurebehandeling gehad. Hij heeft een kort staartje. Ja. Niet een staartje. Weet je wat, je krijgt wat lekkers. Ik denk niet dat hij dat wil. Oh, je wil moet naar de wc. Ja, kijk. Lekker zitten hoor. Een kontje gaat omhoog. Wij gaan plassen voordat we weggaan. Maar Bunny, dus ga ik bij niet zeggen van ga even plassen. Die snapt er niks van. Nee. Nou, toch maar even op schoot. Als konijnenkind. Hey, jij. Het is een dag later en Bunny is weer helemaal bijgekomen van het dierenartsbezoek. Jullie zagen het, hij vond het een beetje spannend. Ja, konijnen vinden het altijd spannend als ze naar een andere onbekende omgeving moeten gaan. Dus daarom hadden we natuurlijk de vaccinatie gecombineerd met het kontje scheren. Ja, Bunny die heeft lekker zijn korte broekje aan en dan blijven die haren er niet zo hangen. Komen ze ook niet in de klit en gaat er poep aan zitten, dus het is wel helemaal mooi. Hij is ook wel weer echt flink aan het varen hoor. Kijk hier, hop, allemaal haar. Het enige wat we bij Bunny even goed in de gaten moeten houden is die dikke huidplooi hier zo. Ja, we noemen het eigenlijk altijd Bunny's onderkin. Als konijnen ouder worden, dan krijgen ze dat. Maar het kan dus ook uitgroeien tot een soort van tumor. Dus we moeten even in de gaten houden dat dat niet wat dikker wordt. Want het kan Bunny dan in de weg gaan zitten. Maar tot nu toe zag het er gelukkig nog wel goed uit. En ja, Bunny heeft er ook geen last van, want hij doet gelukkig alles nog. En hij is weer een jaar lang gevaccineerd. Dus ja, helemaal goed gegaan. En zelfs je nageltjes zijn geknipt, jongen. Kijk nou, wat mooi, hè? En als Uriah nou ook nog opknapt, dan ben ik echt helemaal blij. Maar ja, we gaan het zien. Nog een maandje rust.
rust. Ik hou jullie natuurlijk weer op de hoogte. En doe een duimpje omhoog als je deze vlog toch super leuk vond. Abonneer op mijn kanaal voor nog veel meer video's over Bunny en Uraya. Laat nog een leuke reactie achter. En dan zien we jullie heel graag weer terug in de volgende video, hè Bunny. Ja, doei doei!